NEC genoot afgelopen week van een klinkende overwinning op Roda JC. Ook NEC-trainer Jack de Gier blikt tevreden terug op de 3-2 overwinning op de Limburgers. Ja, nou ja, goed. Het is heel vroeg in het seizoen en je kijkt van week tot week. En, ja, wij spelen elke week om 3 punten te halen. En we kijken altijd hoe we dat, op welke manier hebben we dat moeten doen. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. En wat dat betreft is de eerstvolgende wedstrijd altijd de belangrijkste. En dat is Jong PSV morgen. Dan naar de nieuwe speler. Ik heb inmiddels geoefend. Weet je ook hoe, hoe zijn achternaam is? Nee, en daar begin ik ook niet aan. Ik noem hem Mike Trezor en dat vind ik voldoende, want hij luistert daarna. Maar die speler die al langer op de radar bij jullie? Ja, ook al hetzelfde verhaal als alle spelers die komen. Die staan al wat langer op het vizier van de scouting. En ja, daar kijken we goed naar. En we kijken ook naar wat de selectie nodig heeft. En nou ja, dit was een mooi moment om Mike toe te voegen aan onze selectie. Ja, we hebben ze in principe gehaald als rechtsbuiten. En wel met de kanttekening dat hij kan overal voorin spelen. Maar ja, op die positie wilden we achter Okita sowieso iemand hebben die daar specifiek kan spelen. Over Belgen gesproken, Matthias Bossaerts die speelde tegen Roda zijn eerste wedstrijd. Hoe vond je hem in zijn debuut? Prima debuut gemaakt. En nou ja, zoals verwacht is, moest hij even voortijd eruit. Maar voor de rest denk ik dat we tevreden kunnen zijn hoe hij zich gepresenteerd heeft. Dus ik denk dat de enige plek op het veld is waar voor ons nog niet bekend is wie daar gaat staan vrijdag, denk ik. Ja, en voor ons wel. Ja, andere ons, ja. Daarna Jong PSV. Volgens een goed geëindigd. Dit seizoen lijken ze iets minder sterk, maar kun je niet zoveel zeggen. Wat verwacht jij van zo'n wedstrijd thuis? Ja, weet je, wij spelen weer thuis en wij willen thuis dominant spelen. En dat gaan we ook doen. En met alle respect voor elke tegenstander. Ja, die zullen het ons heel moeilijk proberen te maken. En daarbij moet je bij Jong PSV. Ja, dat is gewoon een goede ploeg met heel veel kwaliteit daarin. En dat mag je absoluut niet onderschatten. Vrijdag om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen Jong PSV.